dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik wil het vandaag met jullie hebben over het extreem dieet van Gordon. Vlees, doe je dat? Dat doe ik nu helemaal vegan en dat komt eigenlijk door die documentaire waar je van de week al een discussie over had. What the health? What the health? Netflix, ja? Ja, ik dacht echt dat ik niet goed werd. En ik heb natuurlijk al een paar van die documentaires gezien. Even voor de zekerheid, dat gaat dus eigenlijk over het gevolg van vlees eten, maar ook vis eten, alles op je gezondheid. Alles. Ja. Alles met een barcode wat je koopt in de supermarkt, dat moet je eigenlijk gewoon vermijden. Dat doe ik dus nu. Gordon legde zelf heel mooi bij RTL uit dat hij veganistisch is gaan eten en ook waarom. Hij heeft dus duidelijk de documentaire What the Health gezien. Hij heeft ook nog andere video's gezien of documentaires gezien. En ik vind dat wel ontzettend gaaf. Ik hoop dat het niet bij iets van nu alleen blijft. Ik heb het idee dat het nu een soort 3 maanden challenge is voor hem. Ik hoop dat hij dus verder de verschillende informatiedingen met elkaar gaat verbinden. En dat het ook echt oprecht naar veganisme toe gaat. Op dit moment is het volgens mij niet veganistisch wat hij zegt, maar of denkt, maar dat maakt niet uit. Ik vind het in elk geval ontzettend cool dat hij het promoot voor een grotere groep mensen. Mensen die er nog nooit over na hebben gedacht. Dus dat vind ik waanzinnig geweldig. Ook dat hij in volgens mij iets van 10, 11 dagen heeft zijn suikerziekte onder controle. Hè? Diabetes type 2. Ik maak het nu zelf mee. Ja, want jij spuit diabetes, ook geen insuline meer. Ik spuit sinds 4 dagen geen insuline meer. Ik vind dat bizar. Ja. Alleen door je voedingspatroon te wijzigen, alleen door een andere levensstijl aan te meten, dat als dit het recept is om daarvan af te komen, ja, waarom zou ik dan nee zeggen? Voilà, diabetes type 2. En diabetes type 2 is in de meeste gevallen, bijna bij iedereen, is dat gewoon helemaal onomkeerbaar. Of niet onomkeerbaar, dat is omkeerbaar. Dat betekent dus dat je geen insuline hoeft te spuiten. En dus ook niet bang hoeft te zijn dat je voeten afgaat of andere fitness die dingen. Hartfalen, wat heb je allemaal nog meer door diabetes type 2? Er zit echt heel veel aan vast waar we dagelijks gewoon niet bij stilstaan. En hij laat gewoon zien in 10 dagen. Jongens, in overleg met mijn specialist, de insuline kan de kast in. Ik ben er even klaar mee. Ik vind het echt zo ontzettend geweldig. Ik hoop alleen wel dat hij wat meer gaat eten. Dat het niet alleen een soort crash diet is. Dit is niet, zoals ik net al zei, alleen maar 3 maanden knallen veganistisch eten is en daarna klaar. Nee, veganisme is een levensstijl. Daar hangt meer aan vast dan alleen maar plantaardig eten. Ik. En dan voel je zo lam lender. Zit je daar als 2 uitgezakte oude nichten, zit je daar op de bank. Dat vind ik altijd zo geestig. Ja, hij zegt dan tegen mij, ja, je moet niet afvallen, je bent het leukst als je dik bent. Ja, ja, makkelijk lullen, zeg ik tegen hem. Ja. Maar we hebben het nu gedaan, hij doet mee. En nog een paar andere celebs die meedoen, dus ik vind het leuk. En mensen, ik hoop dat ik mensen ook inspireer en motiveer. Nou, bij deze. Hij had ook over What the Health, dat hij het een beetje overdreven vond, maar dat hij zelf een soort... Kijk, ik ben het bewijs. Ik vind het wel heel erg cool, want Amerika is natuurlijk allemaal groot. Living the dream. Wij hier in Nederland hebben als slogan, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Toch? Dus ik vind het wel heel erg cool en ik vind het ook echt waanzinnig leuk. Dus dat hij het voor een groter publiek interessanter maakt. Ook heeft hij het over dat hij een soort food drive-through wil gaan doen met healthy eten. Ben ik natuurlijk super, super benieuwd naar wat hij daar precies van wil maken. Is het echt alleen veganistisch eten? Is het gewoon eten? Dus met vlees en vis? Want hij heeft in zijn andere dingen heeft hij in elk geval wel volgens mij gewoon vis en alles nog zitten. Dus ik hoop dat het een veganistische plaats gaat worden. Nou, ik hoop in ieder geval dat hij er verder over na gaat denken. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich verder gaat blijven voelen. Als ik video, foto's al zie, dan ziet hij er in elk geval een stuk lekkerder in zijn vel. Hij ziet er wat ontspannender uit, minder opgefokt. En dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Hij sport waanzinnig hard, eet naar mijn mening dus eigenlijk iets te weinig. Dus ik hoop dat hij daar wel op gaat letten. Dat hij niet een soort crash diet is, zoals ik net al zei. Maar we gaan zien wat hij er verder mee doet. Show die jongen in elk geval what love. Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Ga niet zeuren over dierenwelzijn. Hij weet dat. Hij heeft de video's gekeken. En ik denk dat als je alleen maar gaat lopen doen, dat het voor veel mensen eerder averechts gaat werken. Die gaan dieper hun hakken in de zand zetten. In plaats van dat ze openstaan voor nieuwe veranderingen. Goed. Heb jij vragen, opmerkingen, andere dingen? Laat het hier weer beneden achter. En hoop ik zie je volgende video.